Omar, wat is er precies vanochtend gebeurd? Uh, nou ja, we, uh, we rijden met, uh, met z'n drietjes uh, koopholen naar de club. En uh, op dat moment uh, willen we de snelweg op. En uh, zie ik, naast mij zie ik een uh, speelgoedpistool liggen. Ja, die hou ik in mijn hand. En uh, ik zwaai er een keer mee. En uh, op dat moment rijden we de snelweg op. Gaan we nog even een uh, bakje koffie halen. En op dat moment uh, worden we aangehouden bij gieten. En dan heb je nog niet door wat er precies is gebeurd. En waarom? En dan hoor je dat uh, als je achter in de politieauto zit, dat het uh, om een. Uh, dat mensen. Uh, dat iemand jou heeft zien zwaaien met een vuurwapen. En dan gaat het toch. dan gaat het toch doorheen dat ik. Uh, dat speelgoedpistool in mijn hand had. Dat het daarom ging. Ja, en die andere twee wisten op dat moment. Uh, ook niet van. Dus die schrikken zich ook uh, dood. In één keer staat de politie voor je neus en uh, ja. En, uh, Want jij zat achterin, hè? Ik zat achterin, ja, ik zat achter. Uh, linksachter. En. Uh, we stonden toen stil voor het stoplicht. Dus daar zou iemand mij moeten hebben gezien. Want op dat moment hield ik hem in de handen. Zwaaide ik een keer ermee. En ja, daar zal het dan moeten gebeurd zijn. En ja, dan in één keer zit je op het politiebureau. En dan lijkt het net een uh, slechte film. Dus ja, het is uh, spijtig dat het is gebeurd. Ik vind het ook heel vervelend ook voor mijn collega's. En uh, ja, hopen dat we de focus ook snel weer op uh, voetbal kunnen krijgen. Want vrijdag wordt toch een hele belangrijke wedstrijd. Ja, maar het is natuurlijk wel olie dom, hè? Het is een uh, domme actie en dat uh, besef je pas nadat het allemaal is gebeurd. Want je weet niet wat je in werking zet. Uh, het is maar een speelgoedpistool. Als je het ziet, dan, uh, dan denk je ook van: hé, hey, dit lijkt er niet eens op. Maar ja, als je het van de afstand ziet en uh, je zit in de auto, dan uh, kan het toch heel anders uh, lijken. En dat blijkt maar weer.